periode. Zo dadelijk in onze muzikale adventskalender een Magnificat. En wel van Carl Philipp Emanuel Bach. Maar eerst, ja, misschien vraag je je af voor het eerst of elk jaar opnieuw. Wat betekent advent nou precies? Ja, kijk, ik ben geen dominee, maar ik ben wel de achterneef van een voorganger. Vaste luisteraars van Maatwerken kennen hem misschien al een beetje. Hier is Dick Lagewaard met zijn uitleg van advent anno 2022. Hoe kijkt Vitalij, de gelovige jongeman uit Oekraïne, uit naar kerst? Hij kijkt dan naar meer uit dan een staakt het vuren. Als hij gelooft dat Jezus niet alleen de zoon van Maria was, maar ook de zoon van God, dan weet hij dat niet die braller uit Moskou kan roepen, mij is gegeven alle macht, maar dat Jezus, het kind dat groot is geworden, dat met alle reden en recht zei. En dan vecht hij daar in die loopgraven, niet alleen voor de vrede in Oekraïne, maar dan weet hij, er is een belofte dat er eens vrede zal zijn op de hele aarde. Dat is waar de kerk ook van zingt, ook in Oekraïne, ook in Nederland. Nieuwe hoop is hij ons komen brengen. Advent, niet de brallers van deze tijd trekken aan het langste eind, maar Jezus Christus, die zegt, mij is gegeven alle macht en ik zal een nieuwe toekomst komen brengen, want die is zeker. Dat is Advent.